Wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Als je blij bent, ja, dan klap je in je hand. Als je blij bent, ja, dan klap je in je hand. Als je blij bent, kun je zingen. Als je blij bent, kun je springen. Als je blij bent, ja, dan klap je in je hand. Goed gedaan, Kajoe. Bedankt, papa. Maar nu is het mijn beurt om te spelen. Zal ik je nog één keer laten zien welke noten je moet spelen? Ik heb de hele week naar jou gekeken. Ik ben er klaar voor. Knap gedaan, hoor. Als je blij bent, dan klap je in je hand. Als je blij bent, ja, dan klap je... Misschien is het beter als je eerst alleen de nootjes oefent. Dus niet zingen en klappen? Nog niet. Maar als je de noten eenmaal uit je hoofd kent, is alles tegelijk doen veel makkelijker. Kajoe was van plan om zijn liedje heel goed te oefenen, zodat hij het kon spelen en zingen en klappen voor papa en mama. Rosie, stop eens met slaan op die trommel. Oké. Sla gewoon nergens op. Zet ze weer terug. Weer terug? Nee, nee, stop! Mama! Ik probeer mijn liedje te spelen en Rosie maakt een beetje te veel lawaai? Ja. Lieve Rosie, Kajoe probeert zijn liedje te oefenen. Als jij nou niet zoveel lawaai maakt, dan is dat voor hem een stuk makkelijker. Als je blij bent met Rosie, ja, blij blij. Zo gaat het liedje niet. Liedje? Oh, zo begint het liedje wel, maar de rest van het liedje is anders. Ik beloof dat ik je het liedje later wel leer. Als jij belooft om niet mee te zingen terwijl ik oefen. Rosie, niet zingen? Dat klopt. Niet zingen. Rosie! Oké, nu mag je de pannen wel opruimen. Spelen? Nee.
Rosie, je weet wat mama zei. Als jij lawaai maakt, dan kan ik mijn liedje niet oefenen. Ik maak geen lawaai. Ik beloof het. Caillou was ontzettend blij. Rosie hield zich heel erg stil. Ze deed precies wat ze had beloofd. Caillou probeerde het dansen van Rosie te negeren, maar dat was heel erg lastig. Hij begon het behoorlijk vervelend te vinden. Rosie, hou daarmee op! Rosie, niet dansen? Nee, niet dansen. Ik ga dit liedje nooit leren als je steeds dingen blijft doen. Kun je niet ergens anders heen gaan en mij met rust laten? Heb ik het grote concert gemist? Het gaat bijna beginnen. Waar is Rosie? Straks miste mijn liedje nog. Rosie zit nog steeds op haar kamer. Caillou vroeg zich ineens af of hij Rosie misschien had gekwetst. Ik ga haar halen. Rosie speelt ook een liedje. Net zoals Caillou. Net zoals ik? Caillou dacht dat Rosie hem lastig viel terwijl hij aan het oefenen was. Maar nu besefte hij pas dat ze gewoon heel erg graag met hem mee wilde doen. Het spijt me dat ik je steeds heb weggestuurd, Rosie. Ik weet een manier om het goed te maken. Als je blij bent, ja, dan klap je in je hand. Als je blij bent, kan je zingen. Als je blij bent, kan je springen. Als je blij bent, ja, dan klap je in je hand. Geweldig! Bravo, bravo! Mooie show, jongens. Goed gezongen. Wat een fantastisch idee om Rosie mee te laten doen, Caillou. Rosie speelt ook een liedje. En heel goed. Caillou was trots op zijn zusje. En hij was ook trots op zichzelf. Omdat hij Rosie mee had laten doen met zijn concert. Leuk om Volg de Leider te spelen. Want bij dat spelletje kon iedereen tegelijkertijd meespelen. Nou, achteruit springen. Tenminste, bijna iedereen. Andy was nieuw op de peuterschool van Caillou. En hij deed niet mee met het spelletje. Goed. Het spijt me, Andy. Wil je ook Volg de Leider spelen? Nee. Andy woont bij mij in de straat. Ik heb hem meegevraagd naar het park, maar hij heeft nooit zin om te spelen. Echt waar? Waarom niet? Geen idee. Caillou geloofde er niets van dat Andy niet wilde spelen. Iedereen vond het toch leuk om met vriendjes te spelen? Hoi Andy, heb je zin om een puzzel te doen? Nee. Wat ben je aan het tekenen? Niks. Ik wil alleen maar vriendjes zijn. Ik wil geen vriendjes zijn. Dan wil ik ook geen vriendjes zijn. Caillou was van streek. Hij vond het niet leuk wat Andy tegen hem had gezegd. Later, toen het al avond was, was hij nog steeds van streek. Het eten is bijna klaar, Caillou. Oh, maar wat kijk jij somber, zeg. Somber? Ja, ik bedoel, waarom kijk je zo verdrietig? En
Andy van school vindt me niet aardig. Echt niet? Heeft hij dat gezegd dan? Hij zei dat hij niet met me wilde spelen en geen vriendjes wilde zijn. Dus toen heb ik gezegd dat ik ook geen vriendjes wilde zijn. Maar ik dacht dat jij vriendjes met iedereen wilde zijn. Ja, dat klopt. Dus je meende het niet toen je zei dat je geen vriendjes wilde zijn. Misschien dat Andy het ook niet meende toen hij dat tegen je zei. Denk maar eens na waarom Andy dat heeft gezegd. Misschien wilde hij gewoon niet spelen wat jij speelde. Ik ga toch proberen om vriendjes te worden. Kijk, zo ken ik je weer. Caillou wilde heel graag vriendjes worden met Andy. Hoi Andy, zin om te spelen? Nee. Oh, hou je niet van voetbal? Waar hou je dan wel van? Ik hou van knikkeren, een tikkertje en verstoppertje spelen. Oh. Vriendjes worden met Andy was een stuk moeilijker dan Caillou had gedacht. Rosie, ga jij maar vast, dan kom ik er zo aan. Ik wil eerst iets aan papa vragen. Papa, hoe kom ik erachter wat iemand anders denkt? Je zou het kunnen vragen. Maar wat als ze niet willen praten? Dan wordt het inderdaad wat lastiger. Je kan je proberen je in te leven in de ander. Hoe doe je dat dan? Probeer de wereld te zien zoals zij hem zien. Net alsof je door hun ogen kijkt. Zo? Nu zie ik precies hetzelfde wat Gilbert ziet. Precies. Caillou probeerde de dingen te zien zoals Andy ze zag. Volg mij! Andy, jij bent hem! Caillou moest toegeven dat de andere kinderen best veel lawaai maakten. Misschien dat Andy niet van harde geluiden hield. Ik zie dat je diep aan het nadenken bent, Caillou. Andy houdt erg van tekenen. Klopt, daar heb je gelijk in. En hij houdt niet van rennen en veel lawaai maken, zoals de anderen doen. Klopt. Ieder kind houdt weer van andere spelletjes. Ineens wist Caillou hoe hij vriendjes kon worden met Andy. Hij ging met Andy spelen op de manier die Andy leuk vond. Tikkie, jij bent hem, Caillou. Dank je, maar ik heb even geen zin in Tikkertje. Ik ben hem. Ik kom eraan. Caillou wachtte af totdat Andy zou gaan praten. Wat is dat? Ik teken een kasteel. Je vergeet de vlaggen. Kastelen hebben altijd vlaggen op de toren. Dat is waar. Goed idee. Oh. Hoi, Caillou. Wat ben jij aan het doen? Ik speel Volg de Leider. Huh? Andy is de leider. Caillou was ervan overtuigd dat hij en Andy nu vriendjes waren. Zelfs al hadden ze het niet hardop gezegd. Ik kom eraan. Pak me dan, als je kan. Hebbes, nu ben jij hem. Het was niet gemakkelijk geweest, maar Caillou had een nieuw vriendje gemaakt.
En hij vond het geweldig. Rosie, jij mag de appels proeven. Mama was bezig met het maken van een heerlijke appelkruimeltaart. Maar toen verscheen Caillou. Oepsie. Oh, maak je niet druk, Caillou. Zoveel spullen tegelijkertijd dragen is voor iedereen lastig. Dat is niet waar ik me druk over maak. Ik maak me druk over André's schoenen. Maar waarom zou je je druk moeten maken over zijn schoenen? Omdat ze versleten zijn. Dus moet André nieuwe kopen. En daarom heb ik nu niemand om mee te spelen. Oh, maar waarom ga je niet met Rosie spelen? Omdat ze te klein is om softbal of hockey mee te spelen. Kijk maar. Oepsie. Handschoen. Oké, Rosie. Vang hem maar. Het verbaasde Caillou niets dat Rosie niet wist hoe je een bal moest vangen. Zie je? Je hebt gelijk. Misschien is Rosie wel te klein voor softbal en hockey. Maar ze kan wel andere spelletjes spelen. Popjes spelen? Caillou popjes spelen? Maar dat is het enige wat ze wil spelen. Ik heb geen zin om met poppen te spelen. Tja, er is vast wel iets anders wat jullie samen kunnen spelen. Denk er anders even goed over na. Popje! Oh, ik zei het toch. Kom op, doe even je best. Ik roep jullie wel als de taart klaar is. Oké, eerst ruim ik mijn spullen op. Popje spelen? Ik zei toch nee, Rosie. Caillou popje spelen? Geen poppen meer. Caillou had er een beetje genoeg van. Hij moest altijd maar spelen wat Rosie wilde spelen. Popje spelen, Caillou? 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 Rosie vroeg zich af waar Caillou gebleven was. Hij was echt nergens te bekennen. Rosie zag alleen zijn knijpkikkertje. Ik weet niet waar Caillou is. Sorry. Volgens mij ruik ik appelkruimeltaart. Tijd om wat extra trek op te wekken. 13.602, 13.603. Jongens, de taart is bijna klaar.
Caillou wilde zich in de tuin verstoppen. Maar ineens had hij een beter idee. Caillou! Volgens mij is hij buiten, lieverd. Caillou! Caillou vond het leuk om zich te verstoppen voor Rosie. En Rosie vond het leuk om Caillou te zoeken. Caillou? Caillou, 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 Caillou! Waar ben je nou gebleven, Caillou? Na een hele tijd merkte Caillou dat Rosie niet meer naar hem op zoek was. Waar is Rosie, Gilbert? Zou ze niet meer naar me op zoek zijn? Rosie? Je vindt ze me zeker niet. Waarom liggen jullie op de grond tussen al die jassen? We waren ons in de kast aan het verstoppen, mama. Rosie is nog te klein voor hockey en softbal. Maar ze kan heel goed verstoppertje spelen. Rosie Caillou gevonden! Oh, goed zo, Rosie. Jullie hebben dus toch iets gevonden wat jullie samen kunnen doen. Nu mag jij je gaan verstoppen. Ja. Willen jullie twee geen lekker stukje taart? Hij is klaar. Straks misschien. Dank je, mama. Winnie-Beggers is gezien. Ondanks dat ze het niet verwacht hadden, hadden Caillou en Rosie toch een spelletje gevonden dat ze samen konden spelen.